radio en tv voor Steenwijkerland. 105.4 FM. Ja, vroeger niet, maar donderdagavond. Ja, nou ja, weet je, ik was in de middelbare school. Ik was natuurlijk een fan van. Ja, dat mag ik niet zeggen. Nee, nee. Maar die vriendin is van mij. Ja. Die handen, ja, die vond doe maar geweldig. Dus ik heb wel eens een keer op een slaapkamer gezeten dat ik dacht van ik kan alleen die vrienden hebben. Van de muren. Ja, ik zal alleen die vrienden hebben aan de kijken. Geweldig. Ja, ik had zelfs ik heb me dus afgeplakt. Oh ja, weg. In ieder geval een zwart balkje. Ik zag hem dan uit is en ik ja, doe maar. Toen ze begonnen dacht ik van ja, weet je, langzaam. En tegen het eind was ik echt helemaal dol enthousiast. Wat ik zo mooi vond was dat ze hadden zoveel plezier. Ja. Ze hadden een lol op het podium. Absoluut. En, ja, die muziek is gewoon tijdloos. Ik denk dat doe maar echt wel het beste deel van ooit is geweest. Ja, ik moet iemand uit de support voor het podium. Muziek tijdloos. Zij spelen nog een liedje. En de soms als vrouw. Maar die muzikanten, die waren toch. Ja, dat was echt een goede uitbreiding. Ze zijn natuurlijk ook. Ze zijn ouder. Logisch. Ja, dat kun je niet doen, maar. Ze hebben de muziek net even weer aangepast aan deze tijd. Juist dat soort dingen erin te brengen. Ja, is... Heb je het interview met Kimberly nog gehoord? Kimberly van de Slos, ken je die? Een jong meisje. Nou, dus in ieder geval, die had, die zei, ik heb mijn interview. En toen, ik zei, en met wie dan? Ja, ja. Ik zeg, met ernst? Ja. Ik zei, was hij knap? Nee, oud. Maar het was wel ernst. Ja. Ik vind hem nog steeds knap hoor. Nee, ik vond het echt. Weet je, als je zelf speelt, dan zie je het niet zoveel. En, dus, ja, nou, we houden op. De top voor jou was gewoon. Ja, ja, ja. Het is een doema van de 29e. Ja. Maar we hebben nog een hele dag te gaan. Jullie treden vanmiddag op. Ook de goede Rockies Lemonade. Kobus en de Rockies. En er is een ding. Dat is al een gang. Daar gaan we zo even naartoe. Maar hoe laat treden jullie op? Weet je wat? 3 uur is de planning. Zeg ik er diplomatiek achteraf. Ja. Want je weet het hier nooit, hè? Nee, nee, nee. Dus, nou, het zal nooit, het zal er nooit, maar het kan. Het is nooit eerder dan 3 uur. Nee, nee. Nee, maar het moet gewoon ja, technische dingen gebeuren. En ik heb nog geen bandlid gezien, dus ben je veel te vroeg. Ja. Nou ja, ik heb nooit wat bij me, wel een tassie. Dat staat dan in die jongens, zo'n zielig tassie. Maar de rest komt vast, dat kan bijna niet missen. Nee, ik wens je heel veel succes vanmiddag. En geniet gewoon van het feit dat je niet op hoeft te trainen. Nee, ik zal maar oppassen vanavond. Als wij rondlopen, ook bedankt hè. Want ik vind het wel weer een topprestatie, 3 dagen radio maken hier. Nou, het is een kleine moeite. Nou, voor Herman die heeft heel veel tijd te zitten, maar voor ons, wij schuiven af en voor ons is het eigenlijk alleen maar feest. Het gebeurt wel weer. Ja, dat is waar. Hey, Alex, bedankt. Tot een volgende keer. Ik zal het in mijn avond krijgen. Ik ben jij wat in de avond krijgen. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar.